Bryant Park op de eerste zwoele Furious Oven in New York. Ik kom dadelijk nog Macbeth, heb ik keertjes voor gekocht, met Patrick Stewart in de hoofdrol, dat is die van Star Trek, de kapitein van die moderne Star Trek reeksjes. En een paar dingen die me opvallen, die moet ik even delen, want anders vergeet ik ze. Alle taxichauffeurs zien hem bellen. Ze zien veel vriendelijker als dat de berichten van tevoren waren. Maar alle taxichauffeurs zien altijd goed hem bellen. Dus ze stap zijn, ze zien hem bellen. Ze is wel ze heer, ze bellen gewoon door. En de stap zoen, zien ze nog hem bellen. Iedereen in een iPod in. Ja, iedereen. Bijna iedereen in een iPod in. En het werkt ook goed in New York, als een iPod in is. Dat is echt een soort van soundtrack bij de stad. Ik heb de Nia Hampelman CD in de oer gehad en dat werkt goed. Maar ook de Beastie Boys en Frank Sinatra, alles werkt goed bij die gebouwen. Dus je kunt er ook wel in komen. En wat me net opviel, ik had die Starbucks en ik kocht een koffie halen. Ze hebben overal, in alle winkels is dat trouwens, in alle eet- en drinkwinkels, overal de calorieën bij stonden. Dus als ze een cake wil, dan werd ze er 380 calorieën zien steeds erbij. En toen twijfelde ik tussen een Americano, dat is eigenlijk gewoon koffie, en een karamelkoffie. Maar de karamelkoffie was 385 calorieën en deze was 80 calorieën. En toen dacht ik, ik ben natuurlijk heel gezond bezig. Dus ik pak een Americano in Bryant Park, voordat ik nog Macbeth gewoon. En dan bestel ik me in een taxi, het zie maar 3 stroten, maar dan kan ik ook nog bewijzen dat de taxichauffeurs hier altijd bellen. Goed.